Goedenavond allemaal. Nou, daar ben ik weer. De eerste dinsdagavond live van onze nieuwe series met lives op dinsdagavond en vrijdagavond. En nou ja, ik mocht die aftrappen. En nou ja, toen kreeg ik de kans om iets te laten zien wat ik al 2 jaar geleden zou gaan laten zien. En demo's in de winkel mee zou gaan doen. Maar toen kwam corona en toen was het van nou ja, we stellen het even uit. Nou ja. Van uitstel komt geen afstel blijkbaar, alleen het was een iets langer uitstel als gepland. Maar ja, vanavond mag ik hem eindelijk aan jullie laten zien. De Spellbinders Glimmer Hot Foil System. En nou ja, ik ben er gewoon echt helemaal weg van. Ik heb hem de afgelopen tijd niet zoveel kunnen gebruiken, omdat dan zou de vraag komen van hé, wat is dat? Dus dat schoot allemaal niet zo op. Dus ik ben blij dat ik hem nu eindelijk heel veel kan gaan gebruiken en dat ik alles kan laten zien wat jullie er allemaal mee kunnen doen. De Spellbinders Glimmer Hot Foil System. Nou, dat is, het zegt het al, hot foil, een foliesysteem. En met dit systeem kun je dus heel mooi folie overbrengen op je kaarten door middel van speciale stansen. Maar het kan ook met je gewone stansen. Nou, wat zit er allemaal in die dozen als je hem krijgt? Ik heb helaas niet alles hier, want ik heb dat uitgeleend. Maar je hebt in ieder geval, krijg je het apparaat erbij. En wat wel heel erg grappig is, wat ik dan eigenlijk vanmiddag pas zag, is dat je koord die je dus los kan halen, is dat je die hier omheen kan rollen. Dat heb ik nooit gezien. Ik zat vanmiddag ineens in het boekje te kijken, van even kijken of ik nog iets belangrijks zou vergeten te zeggen. En toen zag ik ineens dat je dus aan de achterkant hier zo je koord op kan slaan. Vond ik wel grappig. Het is dus een apparaat op stroom. Dit gaat warm worden. Deze plaat gaat door je Big Shot of je Spellbinders Platinum of door je... hoe heet dat ding ook weer? De switch heen. Het enige wat wel heel belangrijk is om te weten als je denkt... Hé, ik vind dat heel erg leuk, maar ik heb een kuttelbuk... Dan is dit helaas niet interessant, want deze kan niet door de kuttelbuk, want de kuttelbuk is de opening smaller van. En in principe, bijna alle andere apparaten moet je gewoon doorheen kunnen. Dit gaat warm worden en daar gaan we dan stansen op werken. Nou, die stansen ga ik zo laten zien. We hebben daar folie bij nodig. Daar krijg je 2 rolletjes folie krijg je erbij. Ik weet niet of dat in elk apparaat hetzelfde is. Maar ik had in ieder geval een zilveren en een beetje roze gold. Oftewel, ja, roze goud, champagne goud. Hoe weet ik hoe het allemaal genoemd wordt. Maar dat waren de kleuren die ik erbij heb gekregen in ieder geval. Daar krijg je 2 rolletjes bij en die zijn echt ideaal. Want, nou ja, weet je, er zit wel een beetje een leercurve zitten in. Je moet het echt wel leren gebruiken. Niet alles gaat in één keer goed. Wat zit er nog meer bij? Extra platen. Nou, jullie kunnen het zien. De mijne is al gebruikt. En ik heb ook af en toe verkeerd met mijn folie gewerkt. Dat mijn folie dus aan mijn plaat zat. Maar dat maakt eigenlijk allemaal helemaal niet uit. Dit heb ik van de week gedaan. Kaarsjes erop. Maar weet je, dat kan allemaal geen kwaad. Dat benadeelt verder het apparaat helemaal niet. En je hebt een matje erbij liggen. Waar je de hete stansen op kan leggen als je ze niet gebruikt. Je krijgt er ook een pincet bij. En hier zit een grote magneet in die je kan gebruiken om dan je stansen van je plaat af te halen. En hierop te leggen zodat je je vingers niet brandt. En uiteraard een gebruiksaanwijzing. Dus dat is zeg maar de basis. Even kijken hoor. Oh, ik zie staan A4 of A5. Dit is A5. Oh, jullie zijn al allemaal vragen bezig. Even kijken hoor. Door de Craftwell e-bosser. Ik heb geen idee. Als er van die dikke stansen van Tim Holtz zeg maar doorheen kunnen. Ik weet niet, heb ik er nog zo eentje bij de hand liggen? Ja. Het is een hele oude hoor, dus let even niet op dat ding. Maar als er zo'n stans doorheen kan... Als je deze kunt gebruiken met een plaat erbij, dan moet het werken. Maar dat gaat bij de kuttelbuk niet lukken, weet ik. En ja, die Craftwell, die e-bosser, dat weet ik even niet eigenlijk. En, maar dat is vast anders ook wel online terug te vinden, denk ik. Even kijken.
Maar dit is dus niet A4, maar A5. Maar deze kan wel gewoon ook door een A4 machine heen, hè? Want ik heb hem ook gewoon door de switch heen gehaald. En dat werkt perfect. Andersom past het natuurlijk niet, maar dat werkt in ieder geval. Dus, nou ja, dat is zeg maar de basis. Zo krijg je het in je doos. Nou, dan zal ik er... Oh, en je krijgt er ook nog 2 stansen bij. Maar die heb ik dus niet, want dat waren dingen daar waarvan ik dacht, ja, die gebruik ik niet. Dus ik heb mijn zus daar blij mee gemaakt. Maar ik heb wel andere stansen, dus die kan ik gewoon aan jullie laten zien. Maar weet dus dat je in ieder geval al wel 2 stansen erbij krijgt. Ik weet niet, ze staan ook in dit boekje, maar ik weet niet of dat enigszins in beeld komt. Even kijken hoor. Je ziet hier een ovaaltje. En de tekst Best Wishes. Die stans, die zit er dus bij. Ja, nou, ik zei al, die speciale platen. Ik zal er hier even eentje bij pakken. Deze is van Carlijn. Kijk, we zijn gewend... Oh, dat is wel leuk om die er anders even bij te pakken. Dat je een stans ziet met dunne lijntjes. En deze heeft dus juist dikke lijnen. Ik ga eventjes... Ondertussen zit ik achter me te graaien. En dit is wel een mooi vergelijk, zeg maar. Omdat dit exact dezelfde stans is. Hier zien we altijd dunne, smalle lijntjes. Dat zijn snijlijnen. En dit zijn dikkere lijnen. En daar gaan, die gaan dus het folie voor ons overbrengen. En als we dan met folie overgebracht hebben, ziet dat er dus ongeveer zo uit. Dus die dikkere laag, dat is waar, wat ervoor gaat zorgen dat dat folie op jouw project gaat komen. Dus zo zien dan de hot foil stansen eruit. Bijna allemaal hebben ze ook volgens mij wel een beetje deze kleur. Een beetje koperkleur. Voor zover ik heb gezien in ieder geval. Er staan er ondertussen al een aantal in de webshop. Er gaan er zeker nog meer komen. Er zijn vandaag ook nieuwe stempels, stansen en dergelijke binnengekomen van Honeybee. En daar zag ik ook alweer 3 hele leuke hot foil platen bij. Dus daar zijn er ook alweer 2 van in mijn mandje geland. Dus die ga ik straks laten zien. Maar om dan eventjes wat meer te laten zien nog van, goh, maar wat, hè, hoe ziet het er dan uit? Ik had al een beetje sneak peekjes gepost, maar ja, alleen de kenner kon zien wat daar de bedoeling van was, wat daarmee aan de hand was. Maar dit is dus een voorbeeld van zo'n hot foil plaat. Dit is met, oh, ik kan hem er wel meteen bij pakken, dat maakt het misschien nog duidelijker weer, hè? Even kijken, waar is die? Op mijn stapel, uiteraard bijna onderop. Dit is de Sweet Blooms Border van Spelbinders. En die heeft dus die randjes en dan kun je ervoor kiezen om bloemen in te kleuren. Hier heb ik het heel vaag met Distress een klein beetje gedaan. En hier heb ik ze met waterverf geprobeerd in te kleuren. Nou, of tenminste met waterverftechniek. Ik ben daar niet zo sterk in en ik heb daar ook niet heel erg mijn best voor gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het eigenlijk niet echt leuk om te doen. Maar ik wilde het toch even proberen, dus ik dacht, nou, dan doe ik het zo. Hier heb ik dus dit ding helemaal gestanst en vervolgens heb ik de bloemetjes los uitgeknipt en erop geplakt. En hier heb ik de stans echt gebruikt eigenlijk, nou ja, zoals die de bedoeling is. Dus dat is deze. Nou, dan gaan we het maar meteen een beetje af met, naar aanleiding van mijn voorbeeldjes. Je kan, zoals ik daar heb gedaan, gewoon 1 kleur gebruiken. Daar had ik zilver gebruikt. Hier heb ik lichtblauw en zilver gebruikt. En je kan dat gewoon over elkaar heen gebruiken. Dus je kan eerst de ene doen en daarna de ander. En dat, dat wordt gewoon over elkaar heen gelegd. En daarvoor heb ik gebruikt... Even kijken, waar zijn deze? Hier zo. Deze hele leuke. De Border Greetings. En daar heb je Happy Birthday, Hello, Hello, Hello en Thank You. En hier heb ik dus de Hello, 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 Hello gebruikt. Hello, Hello, Hello. En nog een kleine hello van deze. De Celebrate You Glimmer Sentiments. En hier heb je dus allemaal verschillende tekstjes. Get Well Wishes, Heartfelt Thoughts, Made With Love, Hello. Uiteraard, want die had ik gebruikt. Open Me, Cheers to You, Happy Birthday, Little Gift, Hello Baby. Open, nog een Open Me, ik dacht al, heb ik al gezegd. For You. Love you, lucky you, best day ever, because you're worth it.
Hele leuke stansjes. En dit zijn dan allemaal ook weer losse stansjes die je dan kan gebruiken. Dus die heb ik hierbij gebruikt. En deze, dit is een ezel van Wimsy. Die is bij veel mensen wel bekend. Deze stans, die Hello, had ik ook nog gebruikt op deze. Nou, dit voorbeeld ligt dus al 2 jaar bij mij klaar. Ik vond dit echt een geweldige kaart. Ik heb er ook nog geen afstand van kunnen doen. Ik vind het echt zo gaaf. Hier heb ik dan Hello met goud gedaan. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Even kijken hoor. Ja, dat goud komt ook mooi in beeld zo, hè, als ik het een beetje wiebel. Het is echt heel moeilijk om te laten zien op film en op foto's. Want ja, het hele stuk glanst en dat is echt wel, normaal zie je dat heel goed. Maar met lichtval maakt het het iets moeilijker. Nou, dan hebben we hier hebben we deze. Even kijken. Daar heb ik volgens mij diezelfde stans ook weer voor gebruikt. Ja. Hier had ik de Happy Birthday. Alleen toen heb ik mijn folie. Kijk, dit is één hele lange stans. Die heb ik niet helemaal doorgelegd. Dus ik heb folie tot hier gelegd. Zodat ik maar 1 keer Happy Birthday had. En die heb ik gewoon gebruikt. Dus daar kun je ook nog weer mee spelen, zeg maar, door het om eigenlijk weer een beetje naar je eigen wensen aan te passen. En daarbij heb ik deze gebruikt van Spellbinders. De Birthday Background. Birthday Candle Background. Dit is een stand die je zo enkel kan gebruiken. Oh, daar zal ik eventjes deze bij pakken. Of zoals ik hier heb gedaan. Heb ik hem 2 keer naast elkaar gelegd, zodat je hem meerdere keren op je kaart hebt. Of zoals ik op deze kaart heb gedaan, heb ik alleen de bovenste rij heb ik met folie gedaan. En toen heb ik ze dus los uitgestanst. En dan ook hier in de kaart er weer opgeplakt. Even kijken of jullie de glans weer kunnen zien. Even een beetje wiebelen. Nee, je kan hem niet alleen met speciale stansen gebruiken, maar daar kom ik straks dan op. En wat je dus ook met deze stansen heel leuk kan doen, en dat zien jullie hier op de achtergrond, dat is embossen. En dat heb ik met deze gedaan. Dit is de Glimmer Gift Border en die kun je ook weer 1 keer gebruiken, dat je een rand hebt. Of je kunt het vaker naast elkaar leggen en dan heb ik hier dus de hele achtergrond mee geëmbost. Dus dat ga ik straks ook laten zien hoor, hoe we dat kunnen doen. Maar ik dacht, ik ga jullie eerst even een beetje een impressie geven van wat er allemaal kan. Nou, hier heb ik Oh My God, een derde surprise met een leuke koe, ook weer van Wimsy. En hier heb ik dus op designpapier heb ik het folie gedaan. Even kijken of ik het weer zie. Ja, ik zie weer glans. Zien jullie hoe saai dat eruit ziet als het zo donker is? Dan is het net of ik met zwart heb gedaan. Maar ik heb hier dus zilver gebruikt. Dus echt, ja, ik vind het echt helemaal geweldig. Ik word er helemaal vrolijk van die dingen. Even kijken. Nou heb ik nog niet alle stansen laten zien. Omdat ik die dus blijkbaar niet heb gebruikt of vergeten ben dat ik die gebruikt had. Dus ik ga nu nog even de andere laten zien. Nee, deze heb ik wel laten zien. Foutje. We hebben nog deze. Birthday hugs en wishes. Dit zijn trouwens niet alle stansen die in de winkel zijn. Want in de winkel zijn er nog meer. Waaronder die 3 nieuwe hele leuke van Honey Bee. Had ik al gezegd. Hè? Deze is echt heel erg leuk. Die kun je dus. Dit zijn 3 losse stansjes. Je kan ze los van elkaar gebruiken. Maar deze klikken heel mooi in elkaar. Even kijken. Heb ik hier een. Hier heb ik een wit papiertje. Dan kunnen jullie het mooi zien. Kijk, er zitten hier van die puntjes. En dan schuif je dit in elkaar. En dan kun je ze aan elkaar vasttapen. En nou, welke tape daarvoor gebruiken, dat ga ik straks ook allemaal laten zien. En dan blijft het dus perfect liggen. En dan weet je dus altijd zeker dat je hem 100% recht hebt zitten tegenover elkaar. Dus dat is het mooie van dit stansje. En je kan hem gewoon los gebruiken. Je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil happy, wil ik met folie doen. En ik ga gewoon een hele andere birthday, die ga ik gewoon stempelen. En dan doe ik die happy met folie daar overheen. Maar je kan ook gewoon in principe overal overheen. Het enige is waar je op moet letten. Het is ook heel leuk om te combineren met bijvoorbeeld embospoeder. Embospoeder moet altijd als laatste.
Want je kan je voorstellen dat als jij een achtergrond hebt gemaakt met embospoeder en je legt die dan op die plaat, dan gaat dat embospoeder weer smelten en dan is gewoon je hele achtergrond verziekt of je hele kaart verziekt. Dus je kan heel veel dingen met elkaar combineren, maar wees dus wel bewust van embospoeder moet echt als laatste. Even kijken hoor, dan hebben we nog deze. Hey you, happiest of birthdays, especially for you, from me for you, to you, you're in my thoughts. Hello sunshine, happy birthday, just because, time to celebrate for someone special, XOXOXO. Thanks for all you do and a really big thank you and grateful for all you do. En ook dit zijn dus weer allemaal van die losse stansjes waarmee je dus heel makkelijk gewoon allemaal bannertjes kan maken. Ik heb hier alvast een aantal gemaakt. En dan heb ik hier heb ik lichtblauw folie gebruikt. En bij deze heb ik regenboogfolie gebruikt. Gaan we even kijken of daar iets op komt. Even kijken, wat staat er op die onderste tekst? Was dat deze? Grateful for all you do? Ik weet niet of dat was waar het over had. Even kijken hoor. Ik zie zelf nog geen regenboog. Deze zijn regenboog. Ik zit al te wiebelen met mijn hand, maar het... even kijken hoor. Ah, kijk, zo zie je hem. Ik moet hem even meer naar voren doen. Kijk. Dit is dus regenboogfolie. En deze heeft ook regenboogfolie. Oh, de vorige mal. Dat was Huxen en Wishes. Sorry. En dit is dus lichtblauw. Volgens mij heet het Sky Bright. Maar daar komen we zo op. En hier heb ik dus al allemaal van die bannetjes klaargemaakt en die kan ik dus direct zo op een kaart gebruiken. Je kan dus gewoon een heleboel van die bannetjes achter elkaar of erop leggen. In één keer alles met folie doen en dan degene gebruiken die je nodig hebt en de rest kun je dan bewaren. Maar je kan het ook stuk voor stuk doen, dat is net wat je zelf wil. Maar ja, het leuke hiervan is dat als je er een aantal op voorraad hebt, dat het gewoon makkelijker doorwerken is, toch? Ja, kijk, die vorige was inderdaad Hugs en Wishes. Happy birthday, Hugs en Wishes. De basis, die krijg je. En dan daarbij kun je dus, nou ja, gigantisch veel stansen kun je daarbij uitzoeken. Wat is dan nog belangrijk? Dat je inderdaad folie hebt. Ik zei al, je krijgt er twee bij. Maar er zijn uiteraard nog heel veel verschillende kleuren folie. Ik heb hier goud en zilver. Oftewel de gold en de zilver. Allemaal van glimmer. Ik heb hier de bright pink. Ik moet er even bij gaan staan, want dan zie ik meteen of het een beetje in beeld is. De kleur. En dit is sky bright. Dat is dat lichte blauw die ik net liet zien. En ik moet zeggen dat hij in het echt lichter is als wat jullie nu op beeld zien. Want daar ziet hij er blauwer uit en het is... Ja, echt heel zacht blauw. Kijk, en dit is dan een teal. En die lijkt nu op de camera heel blauw. Maar het is echt een beetje meer teal kleur. Ja, in het midden zie je wel een beetje goed zoals die is. Maar aan de zijkant lijkt die heel erg blauw. Dit is de teal en dit is dus die hele gave... Oh, die ga ik er even uithalen hoor. Dit is die regenboog. En dit geeft zo'n tof effect. Even kijken of als we hem zo... Hoe gaaf dit is. Leuk hè? En dat kun je dus echt ook weer overal voor gebruiken. Stansjes, stempels of stansjes met teksten of de achtergrond stansen. Het is maar net hoe jouw fantasie gaat. Nou, ik heb er al wat voorbeelden mee laten zien. Dus ik zou zeggen, laten we er eens mee aan de slag gaan. En dan ga ik in de loop van dat ik daarmee bezig ben... Allemaal tips en trucs nog vertellen. Ik ben even een... Oh ja, hier zo. Ik was even een stukje papier kwijt. Ik ga ondertussen mijn glimmer ga ik aanzetten. Die gaat hier aan de achterkant. Er zit een knopje. Daar zet ik hem aan. En dan gaan hier, als het goed is, drie lampjes even knipperen. En de rode blijft nu aan. En die geeft dus aan dat die aanstaat. Straks als deze warm is. Deze gaat echt warm worden. Dan komt hier het lampje platform ready. Zitten we nog in beeld? Ja, we zitten nog in beeld. Dus daar gaan we even op wachten. En in de tussentijd ga ik er even een stukje karton bij pakken. Wat ik echt heel fijn vind werken. Is, oh, waarom zit dat in het zakje? Zo ziet het er veel mooier uit. Het watercolorpapier. Omdat het gewoon lekker glad is. En dan vind ik eigenlijk
de 300 gram net iets mooier, omdat je dan net iets meer een, hoe noem je dat nou? Het wordt iets meer in je papier geduwd, waardoor je een beetje een embosseffect erbij krijgt. Het andere papier werkt ook gewoon en dat is ook gewoon heel erg mooi. Die heb ik ook gewoon heel veel gebruikt. Maar dat 300 grams, dat werkte echt wel heel erg mooi. Dus daar gaan we even met eentje mee beginnen. Zo. We wachten ondertussen tot deze opwarmt. Dat duurt ongeveer 5 minuutjes. Dus dan ga ik ondertussen even laten zien waarom het zo belangrijk is voor papier. En daar moet je echt heel erg mee gaan spelen. Echt, uitvinden van, sowieso, wat vind ik mooi? Relief, ja, dat is een woord wat je kan gebruiken inderdaad. Maar wat vind ik mooi? Als ik zeg maar, dit karton, ik heb hier dezelfde manier van klimmer door mijn stansapparaat gebruikt. En dezelfde hoeveelheid druk. En dan zie je dat bij deze, doordat dit is Copic papier en dit is het Clairefontaine, hoe heet dit ook alweer? Multitechniek Denim Blue papier. Doordat dit wat dikker is, zie je al meteen dat, jullie zien dat waarschijnlijk niet, maar als ik er met mijn vinger overheen ga, dan voel ik inderdaad dat relief. En dat voel ik bij deze dus heel veel minder, omdat dit heel dun is. Maar daar tegenover staat, en dat denk ik dat jullie dat wel kunnen zien, dat hoop ik tenminste. Als jullie vooral kijken naar dit cadeautje en dit cadeautje, dus hetzelfde cadeautje. Ik zal ze even proberen naast elkaar in beeld te krijgen. Kijk, dan zie je dat deze veel minder mooi gedekt heeft dan deze. En daar moet je dus heel erg mee gaan spelen. Als ik dus op deze exact dezelfde dekking wil hebben als deze, dan zal ik hier meer druk moeten geven om al die kleur in over te krijgen. En daar, dat moet je echt gewoon mee gaan spelen. Dat is echt uitproberen per papiersoort van wat werkt voor mij. En daarnaast is het ook nog eens belangrijk wat werkt met jouw machine. Ik kan eigenlijk met mijn spelbinders en met mijn switch heb ik geprobeerd. En dan heb ik eigenlijk bij het meeste alleen dus die Spacer Pad en die Fin Shim die erbij zitten nodig. Maar als je dan zegt van hé, hij geeft niet voldoende druk. Hier zou je dus eigenlijk dan net een papiertje extra bij kunnen doen. Of wat ik zelf ook wel heb gebruikt zijn deze. Dit is het shimpack van iCrafter. Dat zijn gewoon dunne shims die je erbij kan gebruiken. En dat werkt ook echt goed. Dat heb ik ook gedaan voor het embossen erbij. Het voordeel daarvan vind ik dat dat blijft gewoon goed. En dat blijft altijd mijn shim. En dan gebruik ik niet karton wat ik eigenlijk nog had willen gebruiken. En wat ik per ongeluk verziek of wat dan ook. Dus vandaar dat ik die daar ook wel graag voor gebruik. Maar mocht je hem dus kopen, wees je ervan bewust. Doe bij elke soort papier wat je gaat gebruiken even een kleine test van hoeveel druk heb ik nodig. Voordat je over een hele achtergrond aan de slag gaat. Die is nog aan het opwarmen. Ik ga eens even kijken welke stans ik ga gebruiken. Dat is ook wel heel erg leuk om te laten zien trouwens. Ik weet niet of jullie het al hebben gezien bij een van de stansen. Het is heel belangrijk om op te letten hoe je stans en je folie neerlegt. Hier heb ik dus mijn folie verkeerd om neergelegd. Dus ik heb een ontzettend mooie stans. Maar wees niet bang, het maakt geen barst uit. Je kan echt je moeite gaan doen om het af te krijgen. Ik zou niet met schuurpapier of wat dan ook aan de slag gaan. Want dan zou je eventueel krasjes kunnen veroorzaken. Dus er is vast wel iets voor. Sticker, verwijderaar-achtig, weet ik veel iets. Ik heb het niet geprobeerd. Want dit beïnvloedt de resultaten verder helemaal niet. Dus ik ga nu deze ook gewoon zo gebruiken. En een stukje folie. We gaan het regenboogfolie doen, denk ik. Want dat is wel heel erg leuk. Als we dus folie gaan gebruiken, dan ga ik even afmeten hoe groot ik mijn folie wil hebben. Meestal doe ik dat door hem op zijn kop te leggen. Zo. Is er ook een heel fijn snijdertje voor je folie. Want het knippen, dat is best wel een dingetje. Dan moet je echt wel een scherpe schaar mee hebben. En dan nog is het een beetje rot om te knippen. Je beschadigt gauw je folie. En daar is dus een heel mooi apparaatje voor, maar die was nog niet binnen. Die kwam pas binnen toen toen de winkel al dicht was. Hè. Dus dan wordt het hem even niet.
Die kan ik jullie niet laten zien, maar dat is eigenlijk een matje. En over dat matje komt een soort van plastic hulpstukje. Dan leg je je matje neer, zeg dit is mijn matje. Dan leg ik mijn folie neer en dan heb je een plastic hulpstukje met allemaal lijntjes. En dan kun je met een mesje kun je zo in één keer recht snijden. En dan heb je dus niet dat wiebelige en moeilijk uit te knippen. Waardoor je dus ook veel strakker kan uitknippen en dat is dan weer mooier voor je, of je hebt minder afval. Goed, nou, ondertussen, kunnen jullie dat lampje zien? Ja, die kunnen jullie zien. Is mijn, met gum hier van, is me niet gelukt volgens mij. Ik heb het hier niet, ik zal het nog even proberen. Maar... Gaat dat echt serieus? Nee, ja, dat doet niks. Nee hoor. Maar misschien omdat dit er helemaal ingebrand is al. Want deze is alweer een keer of 10 gebruikt. Zeker nadat ik het fout heb gedaan. Dus dat zou ook kunnen hoor. Dat het, als je het meteen doet dat het wel kan. Misschien dat het werkt met gum. Ik weet het niet. Maar goed. Mijn apparaat die is warm. Ik leg mijn hot foil, ik vind dat zo'n rot woord, Stans, leg ik neer. En dan is het belangrijk, als je je folie neerlegt, altijd de glimmende kant naar beneden. Oh, hij is net iets te klein natuurlijk. Niet over nagedacht, geeft niet. We doen hem zo. Die leg ik neer. In de beschrijving staat overigens dat je eerst je stans erop legt. Dan de timer aanzet en dan pas als die helemaal klaar is alles erop leggen en dan in je apparaat doen. Maar ik heb gemerkt dat hoe warmer alles is, hoe beter de resultaten zijn. Dus ik leg deze hier gewoon op. Even kijken, ik heb die recht neergelegd. Ik wil hem aan mijn zijkant van het papiertje. Dan leg ik die zo neer. Dan pak ik vast mijn spacerpad en mijn fin shim. Je legt eerst je fin shim erop. Ik heb hem nu niet vastgeplakt bij meer detail of als ik denk van nou, ik ga dit niet te veel afknippen, dan zou ik hem wel vastplakken. Dat gaan we straks ook nog doen. En dan pak ik vast even deze erbij. Oh ja, en dan druk ik op mijn timer en deze gaat nu lopen. Dat duurt ongeveer een minuutje geloof ik. Ik moet zeggen, ik hou de tijd nooit zo bij. Maar dat gaat dus de timer zetten van... He, dan weet je zeker dat dus je plaat warm genoeg is om die folie over te brengen. Je hebt voor de overbrengen van de folie heb je dus warmte nodig en druk. Warmte zorgt dit apparaat voor en de druk, daar gaat dus de, in mijn geval nu de spelbinders Platinum 6 voor zorgen. Maar dit kan dus ook een Big Shot zijn. De Gemini Junior, ik weet niet hoe groot die is. Als dat gewoon... Een A5 apparaat is, moet hij volgens mij moet hij er gewoon door kunnen. Maar Gemini die heeft ook zijn eigen apparaat daarvoor. Maar die hebben wij niet, want wij verkopen ook geen Gemini's. Dus. Kijk hoor, verder heb ik volgens mij nog geen vraag gemist. Hè? Ik heb overigens bovenin weer de link geplaatst. En kijk je terug via Facebook, dan kun je het onderin kun je het weer zien. Ja, nou welke tape? Ja, die kan ik ondertussen wel laten zien. Want de timer... Oh, de timer is ondertussen wel klaar. Maar de spelbinders Best Ever Craft Tape. Die is echt geweldig hiervoor. Nou, hij staat hier nu aan. En dat betekent dat hij klaar is. Dan kan ik deze uit mijn apparaat halen. En dan ga ik daarmee direct naar mijn Platinum 6. En dan ga ik deze er langzaam doorheen draaien. Dit is de Glimmer Hot Foil. En dat langzaam, dat is dus voor de druk. Zo, om te zorgen dat dat echt goed overal komt. En ik ga een keertje heen en een keertje terug. Zo, en dan zou die in principe goed moeten zijn. En dan kan het nog best zijn dat we nu ontdekken van, hé, hij heeft iets niet goed gedaan. En dan gaan we zo zien waarom niet. Zo. Ik ga nu deze voorzichtig afhalen. Nou, hij heeft niet helemaal goed gedaan.
Ik denk dat hij hier en daar toch dat hij wat druk miste. Dus we gaan hem gewoon aan de andere kant nu doen. Oh ja, dat vergat ik te zeggen. Want als ik met zilverfolie deze volgorde had gedaan, was die perfect gekomen. Maar andere kleur folie kan dus schelen weer in het uitvoeren van de druk. Dus ik laat gewoon datzelfde stukje liggen. En dan gaan we nog weer een stukje regenboogfolie pakken. Dan zet ik even weer deze opzij. Anders dan kan ik er niet bij. Dus ik pak weer even deze. Soms kan het ook schelen als je hem dan langer op de plaat laat liggen. Even kijken, nu moet ik even deze gebruiken, want mijn stans is nog heet. Ik had dit op een stuk plakker laten vallen. Ik vind dat folie niet leuk. Kijk, dat gaat er al helemaal af, dus dit stukje gaat even weg. Zo, deze breedte moet goed komen. Kijk, en dat voorkom je dus alweer door met dat, door met die quick trimmer te werken. Dan is je folie gewoon wat veiliger. Hij kan er gewoon niet zo goed tegen als je tegen allemaal dingen aan gaat bewegen. Dus ik leg weer de mooie kant naar beneden. Heel belangrijk. Ik ga hem even opschuiven eerst. Zo. Eigenlijk moet je dit ding niet met je vinger aanraken, maar ik ben hier echt heel onhandig in. Ik doe het meestal gewoon met mijn vingers. Maar ik dacht, ik ga het even goed voordoen. Kan ik ook beter niet doen. Ook. Zo. Opgeschoven, dan kan die aan de andere kant van mijn papier. Zo. Dan komt die hier. Die leggen we hier weer op. Timer gaat weer aan dat alles goed warm is. Nou moet ik zeggen, mijn stans is nog warm. Dus eigenlijk hoef ik daar niet helemaal op te wachten. Eerst weer de Inchim en dan de spacer pad. Die leg ik erop. Oh ja, nee, en ik ging extra druk toevoegen. En dat ga ik in mijn geval dus met zo'n iCrafter shim doen. En die doe ik bovenop de Inchim en onder de spacer pad. Dus daar doe ik hem tussen. Je kunt ook een stukje karton gebruiken, zei ik al, hè. Maar ik vind, ja, ik heb deze en ik vind dit wel prettig werken, dus ik gebruik deze. Nee, in principe gebruik je deze alleen voor werken met het folie. Want dat is het enige waar je die hitte voor zou willen gebruiken. En die trimmer is alleen. Nee, er zit een mesje bij voor folie en een mesje bij voor papier. Dus die kan ook voor papier. Maar het is wel echt maar een heel kleintje hoor. Het is echt een heel klein apparaatje. Kijk, top. Die heb je al, zie ik al voorbij komen. Oh, dat was de tape die je al had. Ja, die is echt ideaal. Die werkt echt heel goed om alles vast te zetten. Nou, timer is weer klaar. Gaan we weer een poging wagen. En zo zie je dus, je moet echt hiermee spelen. En normaal doe ik dus echt ook eerst een klein stukje van, nou, even kijken hoe het werkt. Maar ik dacht, ik ga nu gewoon echt die leercurve ook aan jullie laten zien. Zo. Want ik kan wel alles in één keer perfect laten zijn, maar dan zijn jullie helemaal gedemotiveerd op het moment dat je hem zou kopen. En iets lukt niet meteen, dat schiet helemaal niet op. Zo, deze halen we er weer af. Oh, nou blijft hij eraan zitten. Zo. Kijk, en nu hebben we al een veel mooier resultaat hier. Nou zijn er ook wat plekjes waar je eigenlijk zegt van, hé, daar zit wat te veel folie. En daar gebruik ik dus graag een gum. En dan kun je die dus, even mijn apparaat opzij en deze nu even weg, dan kan die vast afkoelen. Zo, daar kun je dus gewoon een gum voor gebruiken en dan kun je dus die extra folie kun je daar weghalen. Nou zien jullie hier, even kijken dat ik het ook zie, ach, ga er wel weer bij staan, want dan zie ik het. Ja, zien jullie al die onduidelijke vare lijntjes? Nou, ik gebruik dus zelf nu heel graag deze Derwent gum. Omdat het zo'n lekker dun puntje heeft. Ik heb ook andere gummen, maar ik vind dit zo fijn. En dit is een elektrische. Deze gaat op batterijen. En dan ga ik heel voorzichtig daar langs. En dan zal ik even één kant daarvan doen, van dat cadeautje.
En dan kunnen jullie zien hoeveel dat verbetert. Kijk, als je echt te veel druk hebt gehad en te veel folie eroverheen, dan ga je het echt niet wegkrijgen. Maar zien jullie nu het verschil tussen die kant en die kant? Ja. Zie je dat het hier nu de mooie lijnen zijn? Dus eigenlijk dat folie wat er te veel zat, hè, dat is er ook niet ingedrukt, maar dat ligt er als het ware, ligt dat er bovenop. Daarom gaat dat heel makkelijk zo weg. En als je met een grote gewone gum gumt, dat werkt hoor, maar dan beschadig je ook sneller zeg maar de puntjes die wat lager zitten. En met dit gummetje vind ik echt wel heel fijn. Ik moet zeggen, die heb ik echt pas van de week gekocht. Dus ik heb het al die tijd ook met een gewone gedaan. Maar als je dit eenmaal gewend bent, dan is het echt wel heel fijn. Zo. Kijk, zien jullie nu hoe die verbeterd is? Even kijken, dat apparaat waar je hem doorheen draait, kan dat ook met een gewone stansmachine? Ja, ik gebruik een gewone stansmachine. Ik gebruik de Spelbinders Platinum, maar hij kan ook door een Big Shot of eigenlijk al het andere waar dikke platen doorheen kunnen. Cuttlebuck kan niet. Dat is de enige waarvan ik weet dat die echt niet kan. Volgens mij, de meeste anderen kunnen wel. Maar een cuttlebuck heeft een veel smallere opening als alle andere stansmachines. Maar in principe alle andere stansmachines zouden moeten werken. Dit is A5. Hij kan dus ook gewoon door A4 heen. Misty, doe nu maar even niet, lieverd. Want dat ding staat aan. Ik weet het, vorige week mocht je live. Vandaag even niet. Zo. Ik moest even mijn kat veiligstellen, want met die hete plaat dan vind ik dat niet zo prettig als ze daar dan bij zit. Ik ga hier ook nog eventjes laten zien dat hij hier ook echt een heel stuk mooier wordt. Dus als je een keer een klein beetje overfolie hebt, dan kun je dus heel vaak kun je dat gewoon corrigeren. Hier ook nog weer. Deze kant behandeld, deze kant nog niet. En dan zie je echt hoe mooi dat is geworden. Het ziet er een beetje onscherp uit op beeld. Maar hij is echt in het echt veel mooier hoor. Nou ben ik ook nog niet helemaal. Ik zie dat hij nog wel een klein beetje mooier mag als wat ik niet zie. Even kijken hoor. Ziet hij er zo beter uit? Oh ja. Ja. Kijk, dat is net omdat ik hem in een andere hoek hield als toen ik hem voor mijn neus had, denk ik. Maar dit kan dus ook met een gewone gum, hè? Maar ik vind dit gewoon echt ideaal werken. En deze gummetjes die kun je vervangen. Je kan deze eruit halen. Er zitten al reservegummetjes zitten erbij. Maar je kan ze ook nog weer de los erbij kopen. Deze gaat op batterijen. En er is er ook eentje die werkt op USB. Ik heb ze ook gelinkt bovenin. Echt helemaal, ja, ik vind het echt geweldig. En je kan het natuurlijk ook gewoon gebruiken voor met potloden kleuren, maar... Ik gebruik hem dus lekker hiervoor. Maar dit is dus, hè, hier moet je echt mee gaan spelen. Per folie en desnoods maak je voor jezelf maak je een notitie. Kijk, ik wist dus dat deze niet perfect zou gaan lukken. Omdat deze gewoon, dit kleur, of dit folie, heb ik gemerkt, heeft meer druk nodig als mijn zilver. Als ik deze volgorde had gebruikt. Dus hè, mijn plaat, mijn folie, mijn papier... En alleen dus deze twee die erbij geleverd worden. Dan heb ik met zilver echt een perfecte afdruk. En met regenboogkleur, ja, dan moet je net iets meer druk moet je gaan geven. En daar moet je dus echt mee gaan spelen. Maar dat is echt heel leuk. En je hoeft daar niet een hele achtergrond voor te doen. Want je kunt ook gewoon kleine stukjes doen dan, hè. Dus dat is wel heel belangrijk om te weten. Dus we weten al dat de papiersoort dus heel belangrijk is. He, hoe gladder je papier, hoe mooier je resultaat. Maar als je wat dikker papier hebt, krijg je dus weer die mooie embossing. En dat vinden we ook heel erg mooi. En we weten dus nu inderdaad dat de druk heel belangrijk is. Dus meer of minder druk kan dus heel veel schelen. He. Nou, je ziet het hier natuurlijk echt geweldig goed. Het verschil tussen dit cadeautje en dit cadeautje, die is natuurlijk echt super. En nou zou deze natuurlijk ook nog wel weer mooier kunnen zijn. He, als je bijvoorbeeld hier die overfolie ook... weg zou halen, maar ja, doordat de plekken waar dus te weinig zit niet mooi zijn, hè? Ik heb hier gewoon gaten zitten die hier niet zitten en hier ook, ja, dat ga je niet echt helemaal kunnen corrigeren. Dus daar moet je echt
mee gaan spelen. Maar dat is echt heel erg leuk. Dus dat was belangrijk, ging ik laten zien. Oh ja, dan ging ik inderdaad wat met die tape laten zien. En dat is wel heel erg leuk. Even kijken, welk tandje gaan we daarvoor gebruiken. Mijn hele organisatie hier is weer een en al bende. We gaan, wat is dit? Because you're worth it. Gaan we gebruiken, want die heb ik nog niet gebruikt. Vind ik wel leuk. Dus die ga ik hier neerleggen. Ik ga weer een nieuw stukje papier pakken. Ik pak gewoon deze. Oh, weet je, misschien vind ik het wel leuk om het dan even op het Copic papier te laten zien. Dunner papier. Ik moet zeggen, ik weet ook even niet meer of ik hier nou nog... Ik kan me voorstellen, doordat het dunner is, dat ik extra druk nodig heb. Maar dat weet ik dus niet meer. Dus daar gaan we weer achter komen. Het is denk ik best wel handig om dat bij je soort folie en je soort papier, als je dat hebt geprobeerd, eventjes een briefje erbij in te doen en dan op te schrijven van, nou, die combinatie had ik daarvoor gebruikt. Ik gebruik deze, want ik heb dit nog, dat zilver, hè. Hier nog een klein stukje aanhangen, dus dat is helemaal mooi. Is heel warm. Nee. Nou, hij moet even afkoelen. Dat krijg je als je lastminute je idee gaat veranderen. Laten we zeggen dat ik bijvoorbeeld een boekenlegger wil maken. Dus ik ga even langwerpig doen. Nou, ik kan hem alweer vastpakken. En als ik dan ga kijken van, nou ja, ik wil hem nu precies daar hebben. Boekenleggen is helemaal niet handig. Kijk nou, dat past niet meer met tekst. Ik ga een boekenlegger maken met een schuine tekst. Stel, hè. Want dat ga ik niet doen. Maar ik wil mijn tekst zo hebben. Nou, als ik eerst mijn stansje hierop leg en dan mijn folie en dan dus mijn kaartje erop, dan krijg ik dat natuurlijk nooit perfect zo. Dus wat doe ik dan? Dan neem ik een stukje van dit folie. En dan ga ik even kijken, want deze kant op is die het makkelijkste. Dan plak ik die zo vast. Dan sla ik deze om, dan leg ik mijn folie neer. En de mooie kant moet dus op hier. Stansje komen. Dan duw ik mijn folie daaronder. Zit die eronder? Nee, net niet helemaal. Dat komt doordat er een klein touwtje aan die tekst zit. Kijk, zo. Dus nu zit die vast. En dan pak ik het geheel op en dat leg ik nu op mijn plaat. En die ga ik lekker laten opwarmen. Ik zet mijn timer vast aan. Dan gaan we ook weer even kijken. Zal ik hem meteen met een shim doen of ga ik het zo proberen? Ik denk dat ik hem meteen met een shim extra ertussen doe. Gewoon voor de zekerheid. Wachten we weer tot de timer klaar is. En we pakken weer mijn stansapparaat erbij. Die heleweert lekker vandaag. Zo, neem ik ondertussen even een slokje thee. Wat vinden jullie ervan, van die glimmer? Lijkt het jullie wat? Hij is echt zo leuk. Als je er eenmaal een beetje mee speelt, dan is echt, weet je, ik vind het effect op de kaarten zo geweldig. Het ziet er gewoon zo professioneel uit. Als je dan bijvoorbeeld deze weer ziet, dit zit gewoon in je achtergrond helemaal. En dat is, embossen is mooi, maar dit is net weer dat stapje extra, vind ik. Timer is klaar, dus alles is warm. Ik haal hem eraf. Even kijken, volgens mij ben ik al over de stand heen, ja.
ik net eigenlijk, waar ik volgens mij vrij snel overheen ging, ga ik even met iets extra heen en weer. En dan gaan we zien wat het heeft gedaan. Voor hetzelfde geld heb ik nu dus weer een hele berg overfolie, omdat ik dus niet die shim had moeten doen. Yep. Zo. Het leuke is dat doordat hij nu vast zit, kan ik nu voorzichtig kijken. Oh, nou, hij is echt heel mooi. Maar anders, als hij niet goed was geweest, had ik dus nog op diezelfde plek, desnoods met een stukje nieuwe folie, had ik hem opnieuw kunnen doen, omdat ik weet dat hij dan weer op dezelfde plek gaat landen. Maar hij ziet er echt goed uit gewoon. En dit is eigenlijk dus best warm. Maar het is niet zo dat ik mijn vingers echt brand. Dus kijk hoe gaaf dat dit is. Even kijken of jullie dat hier kunnen zien. Kan dit ook op geverfde ondergronden? Ja. Het enige is wat ik net al zei. Iets wat reageert op warmte. Dat kun je niet als eerste doen. Zoals bijvoorbeeld embosfolder. Embosfolder. Ik bedoel embospoeder. Want dat reageert natuurlijk weer op warmte. En dat geeft een beetje een probleem. Nou kun je hier nog overheen gaan, ook eventueel met distress inkt. Alleen wees je ervan bewust dat als je nu met distress hier overheen gaat, met sponsje of met borstels, dan kun je het folie wel een beetje beschadigen. Dus eigenlijk is het het beste om eerst je achtergrond te maken en dan daar overheen te gaan. Nou, om dat te laten zien, had ik dus al een stukje klaargelegd. En dat is deze. Ik had hier even zitten kliederen met distress inkt. En ik had bedacht dat dat misschien leuk zou zijn om met die bloemenrand te doen. Dus dat is deze. Dat, hoe heette die ook weer? De Sweet Blooms Border. Zo, dit is dus echt een hele grote stans. Nou, ook die wil ik eigenlijk wel daar waar ik hem neerleg. Dus ook deze ga ik even vastzetten met een stukje tape. Ik kan een klein stukje hergebruiken, maar ik wil wel twee stukjes tape gebruiken. Even kijken, hij gaat wel precies tot het einde. Ik denk dat ik ook mijn stans nu tegen het einde aanleg. En nu deze er omheen. Oh, wat jammer als je de cuttleback hebt inderdaad. Ja, dat is... Kijk, heel veel dingen zijn uit te wisselen, maar met de cuttlebuck inderdaad een hoop niet. Hij zit vast op de plek waar ik het wil. Ja, ik wilde hem wel in het zilver, geloof ik. Dat vind ik toch wel het mooiste. Dus ik pak toch wel weer zilver. Even kijken. Ik wil nu al mijn hele achtergrond, dus ik ga hem zo doen. Kijk, en dit lijkt me dus echt zo fijn met dat snijdingetje. Dit gaat, maar ik heb best al verschillende keren een beschadiging gemaakt op mijn folie. En dan, nou ja, als dat daar beschadigd is, dan werkt het gewoon niet meer natuurlijk. Ja, dat is zonde. Even kijken. Ja, als ik deze lijn aanhoud. Zo. Nou, ik kan het nog wel krapper doen, maar op deze manier werkte net het makkelijkst. Oh, laat ik hem wel tot aan het einde folie ertussen laten liggen. Nou, blijf eens liggen. Doe eens wat ik wil. Als je hem nou iets langer snijdt en niet zo krenterig als ik, dan kun je er nog wel een beetje makkelijker vasthouden. Maar... hij is gelukt zo. Hij zit weer vast. Dan ga ik hem neerleggen. Nou, heb ik het niet handig gedaan. Maar dat kwam omdat ik dacht, ik weet niet of ik hem als vierkant wil gebruiken of niet. Dus hij steekt nu uit bij mij. Dan zou je zeggen, joh Veet, dan heb je een probleem. Nou, dat zou zo zijn, waren het niet dat ik tegenwoordig gewoon een A4 apparaat heb. En dat hij er dan lekker toch door kan. Dus ik leg weer mijn Vinshim en mijn spacerpad neer. En dan zet ik even mijn Big Shot Switch aan. Want daar werkt het dus ook gewoon perfect mee. Dat is een elektrische apparaat. Zo, is die dan niet te breed? Nee, moet passen toch? Nee, dat past wel. Hoop ik.
Heb ik hem net te veel uit laten steken? Even kijken hoor. Ja, wat net krap denk ik. Dus we gaan hem even een klein stukje opschuiven. En dat kan, want hij ligt toch vast. Zo, en anders als dit stukje beschadigt, dan is dat ook geen hele grote ramp. Dan hoop ik wel dat hij het gaat doen helemaal zo op de rand, want dat heb ik nog niet geprobeerd. Een stukje te doen. Ja. Gebruik je de restjes folie weer opnieuw? Nou, er zijn dus ook platen waarmee je het negatief kan gebruiken, maar die hebben we nog niet in de winkel. En in principe, restjes waar gewoon nog ruimte van over is en waar ik een andere stans weer uit kan halen, kan ik gewoon gebruiken. Heb ik op de timer gedrukt, mensen? Dat kunnen we niet zien, hè? Ik had niet op de timer gedrukt. Dus ik ga dat gewoon nu alsnog doen. Zo. Gaan we dat zien dan? Nee, dat denk ik niet. Ja, ik hou wel in de gaten voor jullie hoor. Jullie kunnen het niet zien, maar... Oh, het werd al vastgesteld dat ik nog moest starten. Wachten nog heel even. Hij lag er al wat langer op natuurlijk, dus het kan in principe, kan het vast al wel. Oh, je kan trouwens ook als je achter elkaar door zou willen gaan, dan kan dat ook. Als je je plaat gewoon hierop laat liggen, dan koelt die eigenlijk bijna niet af. Dus als je achter elkaar een paar achtergrondjes wil maken, of met heel veel van die tekstjes, maar allemaal verschillende kleuren folie, kun je dat eigenlijk achter elkaar door doen. Niet omdat, als die vast zit, dan gaat dat natuurlijk niet. Maar als je dat los hebt liggen, dan werkt dat echt wel heel goed. Jij ziet het lampje doorheen branden. Ja, de rode, maar de groene niet. Kijk, zie je? Want die groene, die staat nu aan. Ik zie hem in ieder geval niet. Dus. Maar die is nu, hij is nu klaar. Dus we gaan hem er nu uithalen. Oh ja, en dan... Oh, sukkel. Moest ik hem dus helemaal rechts leggen. En ik leg hem gewoon netjes in het midden. Met als gevolg dat mijn papier nu gekreukeld is. Maar dat geeft niet. Aldoende leert men. Zo, kijk, we kunnen hem nu openklappen. Kijken of hij naar het zin is. En anders kunnen we hem nog een keer doen. Maar hij is echt heel mooi. Kijk, deze zou dus echt heel mooi zijn om te bewaren. En dan als we dadelijk, als we dan ook die nieuwe platen krijgen. Dat is eigenlijk zeg maar een hele effe plaat. Een vierkant of een rechthoek of een driehoek. Als je dan zo'n stukje eroverheen doet. Dan kun je dus alles wat dan nog folie is, brengt die dan over. Dus dan krijg je precies dit op je kaart. In plaats van dat je weinig folie hebt, heb je dan veel folie erop. Dat is echt wel heel mooi. En deze is echt heel goed gelukt. Dit is de eentje die ik wel in een envelopje ga doen en bewaren. Zo. Yep. Zo, die gaat er even weer naast. Kijk, en nu heb ik dus gewoon dat zilverfolie. En ik heb er zo mee zitten emmeren dat mijn folie half doorgesneden, of mijn tapeje half doorgesneden is. Even kijken hoor, zien we de glans? Oh ja, kijk. Dit geeft echt wel een heel gaaf effect. Zo, voorzichtig mijn tapeje eraf halen. Dan beschadigt hij dus niet mijn papier. Hoewel dit de achterkant is en het maakt niet zo heel erg uit als hij het beschadigt. Zo. Die kant ziet er niet meer uit, dus die ga ik er eerst even afknippen. Want dit is echt te erg. Dat kan ik niet aanzien. Nou, zeg dat ik. Ik kan er nu nog een kaart van 14 bij 14 bij maken. Dan komt het helemaal goed. Maar dit is dus heel erg mooi. Je kunt hier eventueel dan nog weer een extra tekst overheen doen. Ik kan ook nog zeggen van ik ga die bloem ga ik nog een keertje doen. Hè, op gewoon een klein stuk. En dan alleen die bloem met het. Niet dit stuk uiteraard. Dit moet ik weggooien.
Maar dan alleen die bloem en hem dan uitknippen. Inkleuren met bijvoorbeeld Copics en dan die eroverheen plakken. En dat gaat echt wel een heel gaaf effect geven. Ik denk dat ik dat met deze... Ik kan wel anders een klein stukje even doen. Vinden jullie dat leuk als ik dan een stukje daarbij kleur? Nee, want ik heb nog heel veel te laten zien. Dus ik ga dat maken en dan ga ik het aan jullie laten zien wat het resultaat is en wat ik daarmee bedoelde. Maar ik ga hem dan dus nog een keertje op Copic papier folieën. En dan knip ik die uit nadat ik hem ingekleurd heb. En dan ga ik hem hier opplakken. Waardoor je dus ja, achter die gele bloemen dan de achtergrond kwijtraakt. Of achter de bloemen. En dan dat je daar door de blaadjes en dergelijke, dan blijf je gewoon nog dat groen zien. Dat was eigenlijk mijn idee voor met deze. Ik denk dat dat wel heel mooi wordt. Maar ik wilde namelijk nog meer dingen laten zien. En dat is onder andere dat je er dus mee kan embossen. Nou, hier gebruik ik dus in ieder geval dat dikkere voor. Dus dit is het 300 grams papier. En ja, hier heb ik eigenlijk aan deze kant, heb ik dus, ja, hij zal wel weer aan te raken. Aan deze kant heb ik dus mijn stans neergelegd. Papier erop. Op een koude plaat overigens. Ik zal hem even uitzetten. Op een koude plaat heb ik hem neergelegd. Papier erop. Mijn spacer er, of mijn fin shim erop en dan mijn spacerpad. En zo door het apparaat heen gehaald. En dan krijg je een zacht embossen effect. Vervolgens heb ik aan deze kant heb ik datzelfde gedaan. En dat is, nou ja, ik denk op de film niet, op beeld niet echt goed te zien. Maar deze is echt dieper als deze kant. Toen heb ik dus twee van die fin shims van iCrafter. Die heb ik dan hier tussen gelegd. Waardoor je dus meer druk krijgt en waardoor die wat meer in het papier drukt. Maar wat je dus ook kan doen met deze stansen, en dat is echt ook heel erg leuk. Ik heb hem hier dus gewoon echt normaal geëmbost. Hier was ik vergeten om het papier nat te maken. Dus hij is wel een klein beetje... Mijn papier is een klein beetje kapot gegaan. Maar dat zie je vooral aan de achterkant, zie je dat. Hier zie je dat niet zo heel erg. Maar zo kun je dus die stansen weer op een hele andere manier gebruiken. En dat geeft echt ook een heel leuk effect. Kan je er ook een tekst met folie overheen doen? Ik neem aan dat dat nog gaat over mijn ideetje van hier. Hier kan ook weer gewoon folie overheen. Dat had ik ook bij mijn voorbeeldje gedaan hier. Hier had ik hello, 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 hello. Gefolied, ja, ik weet ook niet hoe ik het anders moet noemen. En toen heb ik er een kleine hello gewoon overheen gefolied. Het duizelt al. Nee, maar je kan dit allemaal weer rustig op je gemakje terugkijken. En zeker als je hem dan zelf hebt, kijk dan stap voor stap van, hè, nu wil ik dit gaan doen. Hoe ga ik dat doen? En dan lekker uitproberen en dan pas naar het volgende. En voor nu wil ik natuurlijk heel veel mogelijkheden laten zien. Zodat jullie weten wat je er allemaal mee kan. Want anders dan heb je ook zoiets van, nou ja, leuk, ik kan de folie mee doen. Maar het is dus ook leuk te weten dat je er dus mee kan embossen. En dit heb ik dus eigenlijk gewoon gedaan met, nou ja, embossen zoals je met de spelbinders moet embossen. Dat betekent, ik heb even gauw mijn plaat erbij gepakt. Waar is mijn andere plaat? Kom jij nou ook zitten miepen? Oh, hier is die. Nee, dat is niet mijn plaat. Waar is mijn plaat? Oh, mijn plaat is verstopt. Ik heb hier nog een andere plaat. Die is nog van de Sissix. Maar goed, normaal gebruik ik mijn spelbinders. Toen heb ik dus mijn stansje neergelegd. Mijn papier er bovenop gelegd. Oh, dat is mijn magnetische plaat. Dat is waar. Vervolgens het embosmatje. Dus eigenlijk gewoon zoals je een normale stans ook zou embossen. En de embossing plate eroverheen. Hè. Dus dit is de sandwich voor met de spelbinders. En dan krijg je dus zo die mooie afdruk. Maar als je dit dus zo wil doen, dit is heel gedetailleerd. Dan moet je dus echt je papier even een beetje nat spuiten. Dat is echt gewoon zo spuit, spuit. En aan de andere kant ook. Heel veilig dat ik dat naast dat apparaat doe. Dus dat gaan we even gauw weer wegdrogen. en dan meteen embossen. En dan krijg je dus gewoon een mooier effect zonder dat al die gaatjes erin zitten. Ja.
Nou, nou ligt deze dus op mijn magnetische plaat. En die wilde dus niet meer af. Ja, ik heb hem. En dan werd er ook nog gevraagd van voor gewone stansen. Nou, dat kan dus ook. Dat gaat op dezelfde manier. Het enige is dat het ziet er gewoon heel anders uit. En dat heeft er dus te maken met die dikke lijnen. En die dunne lijnen van een gewone stans. Dus dan zullen we daarvoor even de hoera als voorbeeldje gaan gebruiken. Laten we dat lekker over deze heen doen. Dat is wel leuk. Dan hadden we die hoera van Carlijn, hè? En daar heb ik ook de hoera gewone stans van. Dus dan ga ik deze weer even aanzetten. Dan ga ik even mijn stansen bij elkaar zoeken. Even kijken, waar is de hoera stans? Die is hier. De hoera en de hoera. Deze gaat even opzij. Ik heb hier nog een stukje zilverfolie en die kan denk ik wel voor allebei zo. Dus die gaan we nog even hier laten liggen. En deze is nu weer even aan het opwarmen omdat hij uit heeft gestaan. Hij schakelt ook als hij een poosje uitstaat, schakelt hij vanzelf uit. En dan kun je hem alleen resetten eigenlijk door eventjes aan en uit te zetten. En dan hij gaat nu sneller warm zijn omdat hij nog warm was, zeg maar. Maar dan moet je daar eventjes op wachten. Even kijken. Het is misschien wel grappig. Omdat ik ook hier een bovenkant en een onderkant heb. Oh, kijk nou uit, schatjes. Gaan ze met z'n tweeën hier zitten? Dat valt toch alles om? Goed. Die warmt op. Even kijken. Ik ben helemaal mijn verhaal kwijt. Oh, ik ga ze trouwens toch wel gewoon boven elkaar doen op een ander kaartje, want ik vind het eigenlijk niet leuk. Ik weet ook niet of dat embossen hiervan, zeg maar, dan het resultaat hier zou beïnvloeden. Hé, hey, wat zit jij nou weer te pikken? Dat is mijn gum. Kunnen jullie niet even de benedenburen gaan vervelen of zo? Kijk, want als we ze zo gewoon boven elkaar leggen, dan kunnen jullie dadelijk veel beter het verschil zien. Ja, dat gaat precies passen. Platform is ready. Ik denk dat ik hem trouwens wel dan nu met de... Ik moet zeggen, ik heb deze stans nog niet geprobeerd, dus we gaan even zien hoe het dan uitkomt. Stansjes even wel vastplakken. Hoera. Hoera. En zo. Plak ze nu even aan elkaar. En een stukje hier, want dan weet ik dat alles goed blijft liggen. En dan kan ik hem omdraaien. Dan gaan we deze weer warm laten worden door de timer aan te zetten. En dan gaan we de spacerpad en de vinshim gaan we er weer opleggen. Eerst je vinshim en dan je spacerpad. Alhoewel, andersom gaat ook wel. Maar als je het fout doet, dan word je dus betrapt. Dan heb je hier folie zitten. Maar ook hier zo, hè, dat folie, daar hoef je dus geen zorgen over te maken. En... deze platen die blijven ook gewoon echt recht. Die worden ook niet zo krom, hè, trouwens. Ook wel leuk om te weten. Omdat heel veel mensen toch wel altijd met kromme platen zitten. Je kan dat ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Net zoals met gewone stansen. Door het niet zo neer te leggen. Maar altijd net iets schuin. Waardoor de druk makkelijker. Of ja, niet in één keer tegen zo'n rol aanklapt. En voor het embossen kun je geen glimmer gebruiken. Nee. Maar als je dus een kaart wil maken waarbij je het wil combineren, dan kun je dus wel eerst de glimmer gebruiken en dan daarna eventueel embossen. Niet andersom, want als je iets met emboss hier oplegt, dan wordt het warm en dan gaat het weer uitlopen. Dan wordt het lelijk.
Oh, je bedoelt het andere embossing. Ja, dit heb ik... Zo heb ik het dus met de embosser gedaan. En dit geeft eigenlijk een letterpress idee, wat ze dan ook wel noemen. Dus dit is een klein beetje erin geduwd. En als je echt wil embossen, dan doe je het dus gewoon met de glimmerplaat op een normale plaat van je apparaat. Sorry, ik had even niet door wat je bedoelde. Timer is klaar. Ik gooi hem eventjes door de switch heen, want dan gaat het lekker makkelijk, lekker snel. Oh, in het begin gaat dit trouwens echt stroef. Je moet hem echt een keer of 100 heen en weer gedaan hebben voordat het makkelijker gaat. Dan moet je echt opletten dat je alles vasthoudt. Maar let wel op, als je hem ook pakt, hier aan de onderkant is hij ook warm. Dus echt bij het handvat vasthouden en eventueel hand erbovenop. En ik zet hem eigenlijk altijd zelf meteen weer hier zo terug op zijn plekje. En dan gaan we kijken hoe het resultaat nu is geworden. We halen voorzichtig de tape los. En tadaa. Ah, nou, we hebben een klein beetje overfolie. Maar goed, dat weten we hoe we dat weg kunnen werken. Maar je ziet wel heel goed het verschil tussen de twee stansen. Je hebt hier dus echt maar een heel dun randje. En dat komt gewoon omdat die stans ook zo'n dun randje heeft. He, dat is wat normaal snijdt. En dat brengt nu die druk over. Dus dit dunne randje is gewoon precies wat je hier ook weer ziet. En dan kunnen we hier, he, dat stukje bovenin, dat is lelijk. Dat is weer die overfolie, zoals ze dat dan noemen. Die kunnen we heel makkelijk weggummen. En dat doe ik dus weer heel graag met dit gummetje. Hier zit ook een klein beetje te veel folie. Dan worden de lijnen net iets strakker. Dan is het mooier om te laten zien. Nou, dat is wel... Oh, hier hebben we ook een beetje overfolie. Ik weet niet of we die helemaal weg gaan krijgen, want dit is dus al een dingetje. Het leuke van die hoera is dat het dus inderdaad echt hetzelfde is. En als je dus allebei de stansen hebt, en de hot foil en de gewone, dan kun je dus van deze, de schaduw, die hierbij horen, die horen dus bij deze stans. Die kun je dus ook gebruiken om deze uit te stansen, wat ik dus bij deze gouden had gedaan. Maar goed, ik zou deze even wat dichterbij laten zien. Even kijken dat dat goed in beeld komt weer. Kijk, het is allebei zilver. Het glimt allebei. Maar het ene valt gewoon veel meer op als het andere. Nee, hij snijdt niet. Goed, hè? Dus hij heeft hem nu niet uitgesneden, maar hij heeft een in de keping gegeven. Die mag een lelijk plekje. Het effect is gewoon ook heel erg mooi. En zeker als je dan bijvoorbeeld zo'n achtergrond hebt. Weet je wel, zo van die puzzelachtergronden waar de Janne ook echt helemaal gek van is. Als je die dan met zoiets doet, dan heb je dus echt gewoon een hele achtergrond. Ja, ik heb zelf heb ik eigenlijk niet van die stans, hè? Dus dat is wel jammer dat ik dat niet kan laten zien. Maar ja, ik heb dat gewoon niet. Maar dan heb je dus echt over die hele achtergrond heb je dan van die mooie dunne folielijntjes. En dat geeft echt wel een heel tof effect. Ja, nou wie weet gaat die demo in de winkel er zeker ook nog komen binnenkort. Maar dan moeten we even kijken hoe of wat. Want de demo's doen we eigenlijk altijd op vrijdag. Of op zaterdag natuurlijk. En op zaterdag heb ik meestal andere taken in de winkel. Dus dat moeten we even kijken. Maar als er animo voor is, dan is dat zeker iets wat... Wat wel tot de opties behoort. Maar ja, we zijn als eerste benieuwd van hoe enthousiast worden jullie ervan. En gaan jullie daar inderdaad mee aan de slag? Gaan jullie ervoor? Want wij kunnen er heel veel in gaan investeren. Maar als niemand geïnteresseerd is, dan is het een beetje jammer natuurlijk. Maar ja, dit is gewoon geweldig leuk om ook live te zien. Dat geloof ik
Zeker. Sowieso komen er kaarten van mij weer in de winkel te liggen waar ik dus al die materialen heb gebruikt. Waardoor je in principe al wel kan zien, zeg maar, hoe het effect is. En ja, wat ik zeg verder is het echt, je moet er echt mee gaan spelen. En niet alles lukt in één keer. En ja, het mooie hiervan vind ik dus dat als niet alles helemaal gelukt is, dat je het eigenlijk best wel heel eind kan corrigeren. Ja, ik weet niet of er verder nog vragen waren. We hebben hier dus laten zien van, hè, je kan over gekleurde achtergrond. Ik had op mijn voorbeeldkaarten al laten zien, je kan ook gewoon over een designpapiertje. Maar ja, wel met de tip erbij, doe dat dus altijd eerst proberen op een klein stukje om te kijken hoeveel folie heb ik nodig. Ik weet nu bij deze, of hoeveel druk heb ik nodig bij welke kleur folie. Bij deze wist ik dus, als ik zilver gebruik, heb ik geen extra shim nodig. En dat kan echt, als jullie hetzelfde stansapparaat hebben, kan dat voor jullie toch anders zijn. Dus ik kan een heel lijstje gaan maken voor jullie van nou dit en dat en zo. Maar zo werkt het helaas niet. Elk apparaat heeft weer zijn eigen druk. En daardoor ja, is het dan ook weer net anders. Dus ja, zo kan ik gewoon helaas niet. Ik kan het vertellen van hey, zo werkt het bij mij. Maar het kan dus gewoon echt weer anders zijn. Oh, wat nog wel heel belangrijk is. Je hebt ook een, nou heel lang geleden ook alweer, had je de minkfolie. En dat is folie die dus reageert op toner en op warmte. Die kun je niet gebruiken voor dit apparaat, want deze wordt overgebracht met druk en warmte. Dus het minkfolie en alles wat je daarvoor gebruikt, dus zeg maar voor de toners, dat gaat hier dus niet werken. Dus dat is wel belangrijk dat je dat weet. En verder, ja, je kan er zo vreselijk veel mee doen met als alleen teksten of hele achtergronden, zoals ik het hier heb gedaan. Je kan er echt gewoon heel veel mee doen. Hier zo een, nou ja, een tekst en toch nog herhalen die tekst. Je hebt hier nog een voorbeeld met de bloemen die af was. En hier een voorbeeld dus met die uitgeknipte bloemen van die achtergrond. Dus er is echt heel veel mogelijk. Ja, demodagen zoals in het Atlas vroeger. Ja, dat is allemaal even heel anders geworden natuurlijk. En er gaan wel weer dingen komen. Maar het hoe en alles, daar zijn we gewoon nog niet over uit. Dus mochten we daar weer meer over te melden hebben, dan gaan we dat zeker laten weten. Er gebeurt van alles achter de schermen. En we zijn met van alles bezig en aan het uitzoeken van nou, hoe en wat. Dus mochten we daar meer van weten, dan horen jullie dat. En tot die tijd hopen we dat jullie het gewoon ook heel leuk vinden dat we de lives hebben uitgebreid. Dat we af en toe een demo in de winkel hebben. En dat jullie daar ook enthousiast naar komen kijken. Want dat is echt heel erg leuk ook. Zeker ook voor degenen die er zitten, die er hun moeite voor doen. Nou ja. De linken staan erbij. Mocht je zeggen van, hey, ik heb al interesse en ik ga daar eventjes neuzen van wat er allemaal is. Er is echt al aardig wat. En nou ja, er gaat echt zeker nog wel meer steeds bij komen. Wat ik al zei, vandaag waren er alweer 3 hele nieuwe binnengekomen van Honeybee. Waarvan ik er zelf ook dus weer 2 heb besteld. Want die vond ik toch ook echt wel heel erg tof. Een hele mooie hele achtergrond voor met allemaal stippeltjes die ik echt geweldig vond. En nog een hele mooie birthday stans. Dus ja, er is gewoon heel veel mee mogelijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, dat jullie er wat mee kunnen. Oh, en mocht je nou zeggen van, hey, oh, ik ben helemaal wat vergeten. Oh, waar ligt het? Hier. Weet je wat ook heel erg leuk is? Kijk. Je kan dus ook folie op een lintje doen. Hier heb ik die, wat was het ook weer? Hoe heette die? Oh, de Bright Pink heb ik hier op gebruikt. Ook echt heel erg leuk. Maar ik wilde dus zeggen, als je nou zegt, hey, maar ik wil dit echt wel een keertje in het echt zien van hoe ziet dat effect er nou uit. Ik heb voor de Crea met Petra van volgende week, waarvan vrijdag de pakketjes weggaan, zit er ook een onderdeel in met dus folie. Dus dan kun je zien hoe het er in het echt uitziet. Dus voor de mensen die dat altijd meedoen, hey, leuk! Dan ga je dat ook zien. Maar ik dacht, ja, weet je, het is wel leuk om dat in het echt te kunnen zien. Want het is in het echt zoveel mooier als op filmpje. Het is zo moeilijk om te laten zien. Dus, nou, mocht je nog zin hebben om mee te doen met de Crea met Petra, geef je op.
Het kan nog tot en met donderdag, want vrijdag dan gaan alle pakketjes de winkel weer uit. En dan hoop ik alles dus voor die tijd klaar te hebben. Vrijdag is er weer een live. Maar nou weet ik even niet of het Marga of Irina is die aan de beurt is. Ik dacht Irina, maar ik weet het even niet zeker. Ik weet niet of Irina er nog is, of die nou een kreet geeft van nee, ik ben niet. Want die zat wel mee te kijken. Maar anders dan zien jullie vanzelf wie de live komt. En dan wordt het vast ook weer iets leuks. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. En, zie je, Marga zegt ik niet. Dus dan is er toch Irina die live is, volgens mij. Dus dan komt er ook weer een leuke live. En dan, ik zie jullie graag volgende keer. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust hieronder. Probeer ik ze te beantwoorden. Hey, tot de volgende keer. Doei!